Yo, welkom iedereen. Zo, tof. We gaan eens een keertje wat anders doen dan Minecraft. Want Minecraft speel ik wel heel veel. Maar ik ben ook een hele grote fan van anime. En dan vooral Yu-Gi-Oh! En ik hoorde toevallig via dat er dus een nieuwe game beschikbaar was voor Yu-Gi-Oh! Ik moest gelijk gaan installeren. Eerst eens even dit weghalen. Die ligt een beetje in de weg. Ik moest hem gelijk halen. Sowieso. Of althans, installeren. En ik heb hem al een tijdje gespeeld. Geef ik heel eerlijk toe. Daarentegen, hij bevalt me prima. Deze game bevalt me prima. Zo, eventjes luisteren of het geluid prima was, een beetje te horen. Ik hoop niet dat de muziek te hard staat. Maar ja, mocht het wel zo wezen, gewoon even aangeven. Daarentegen ga ik gewoon verder waar ik gebleven was. Behalve dan, ik ben halverwege gestopt. Omdat ik met jullie allemaal de storyline wilde spelen. Want er zit ook een storyline in. Heb ik wel ook op mijn Switch gespeeld. En daar kwam ik al eventjes niet meer verder. Dus, Aaron. Dus ik dacht, weet je wat? Ik ga het op de PC proberen. Hoe is het met jullie eigenlijk allemaal? Want ik zit wel door te praten, maar hoe is het met jullie vandaag? Lukt het allemaal een beetje? En ondertussen gaan we dan maar naar de shop. En dan gaan we dus eens even wat packs openen. En dat lijkt me eigenlijk wel heel leuk. Oh, dat meen je? Nee, dat meen je toch niet, hè? Jullie allebei gewoon. Oh, wauw. Veel beterschap. Sterkte. Want, wauw, oké. Ja, dat is minder. Nou, weet je wat? Dan mogen jullie kiezen welke pack we gaan openen. Want ik ben op zoek naar een deck die ik zelf altijd heb gebruikt. Nou ja, goed, kijk, dat scheelt dan wel. Maar weet je wat? Kiezen jullie dan maar gewoon. Gaan we naar de normal packs of de secret packs? Jullie mogen kiezen. Normal? Groene donder? Wat zou jij willen zien? Ja, normaal. Welke? Willen jullie dan de Stalwart Force, The Revival of the Legends of de Master Packs? Revival of the Legends. Radical. Ja, je bedoelt Revival. Ja, oké. Nou, dan pakken we de Revival. En dan doen we gewoon gelijk de 10 packs. Is wel zo makkelijk. Dit is volgens mij vooral gebaseerd op dragons. Dus zelf ben ik niet helemaal thuis in de dragon wereld. Daarentegen ben ik meer voor de Asian Gear deck en de Psychic deck. Vind ik eigenlijk zelf ook heel goed. Dus, maar goed, in dit geval kiezen we even een Dragon deck. Daarmee kan ik dan wel weer een aantal vrienden van mij helpen. Want die
spelen graag in een Dragon deck. Dus we gaan het gewoon doen. We gaan het zien. We hebben 1, 2, 3, 4, 5 waar specials in kunnen zitten. En waarschijnlijk één van deze twee een Ultra. Met daar onder andere ook in deze een Secret of a Special Rare. Ja, dat is helemaal goed, joh. Gewoon Minecraft doen, toch? En de Blue Eyes White Ice Dragon, die ken ik wel, ja. Maar ja, goed. In ieder geval, we gaan packs openen. Ik zelf ben een hele grote verzamelaar. Ik verzamel echt heel veel. Ik heb, denk ik, een gemiddelde verzameling van bijna 6.000. Ja, ongeveer 6.000. Ja, ik ben een hele grote verzamelaar. Ik vind het echt cool om te verzamelen. Dus ik denk ongeveer een kleine 6.000 kaarten ongeveer. Dus ja, een grote verzameling dus. Even kijken, want je zegt reclame. Even kijken nog. Deze dan. Ja, komt ie. Oh, oké. Okay. Nou, ja, goed. Oh, zo. Ik snap hem. Ja. Ik snap hem. Ja, thanks voor de 250. Thanks. Ja, die heb ik ook een hele lange tijd gespeeld. De reden dat ik het niet meer speel is vanwege... ja, mijn telefoon... Ja... Op een of andere manier doet het niet helemaal zoals ik het zou willen. Dus, nee. Nee, ik heb het gewoon losgelaten en ik heb het gewoon laten doen. Dus, maar nee, ja, nu ben ik gewoon vooral hiermee bezig. En, even kijken hoor. Oké, is goed. Dus nu ja, sinds gisteren. Ik denk gisteren na het trainen. Hey, bedankt voor de 250, Aaron. Thanks. Sinds gisteren ben ik eigenlijk begonnen. Bedankt voor de 100, Groene Donder. Houding check. Ja, ik zit op een houten stoel. Het is niet helemaal comfortabel. Ik heb nog niet echt een goede stoel, zeg maar. Dus het is een oude eetstoel. Maar goed, in ieder geval, ik ga eens even de kaartjes omflippen. Kunnen we even kijken. We hebben wel Armory Arm. Dat is wel een hele goeie. Princess of the Eyes of Blue. Dat is voor de Blue Eyes White Dragon deck. Backup Secretary is ook voor de Blue Eyes White Dragon deck. Rush Warrior is voor een Speed deck. We hebben weer Gravity Warrior. We hebben hem nu twee keer, alleen dan in een rare. En dit is een Left Driver. Lefty Driver is een machine. Ik ben heel erg van de machine decks, dus dat scheelt wel heel erg. Let's go. Next one. Minecraft talk. Ik dacht, ik doe vandaag eens even geen Minecraft. Nee, dan wordt er nog steeds over Minecraft gepraat. Jongen. Hey, Justy Break. Dat is een goeie. Dan hebben we hier de Blue Eyes Solid Dragon. Is ook een heel goeie voor de Blue Eyes White Dragon deck.
Zelf zou ik hem niet... Ja, dat bedoel ik dus. Geef niet groene donder, kan gewoon. Ik ben er niet zo moeilijk in. Ik zou hem wel graag een Blue Eyes White Dragon deck willen bouwen. Maar ik moet eens even kijken hoe of wat. Dus... Hi Mariko! Alles goed? Hey, en nu een beetje lief zijn? Mijn zusje die is online. Dus nu een beetje lief zijn allemaal. even kijken hoor. Flame, Adjustmenter. Nice, nice. Je dacht, ik kom eens even kijken. Moet je niet naar school trouwens? Quick draw, Synchron. Hier, de White Stone of Ancient. Ja, zit in de klok. Oh my god. Serieus? Ga je nou in je... Oké. Okay. The White Stone of Ancients is een hele goeie voor de Blue Eyes. Is echt een hele goeie. Volgende pack. Ja, als ze er geen omkijken naar hebben, ja, waarom dan niet, toch? Even kijken hoor. Twee keer Sagan. Oh, Shooting Star Dragon? Woe! Nice. Dit kan een hele goede wezen voor een Dragon deck. Nou, dan heb je heel veel geluk als die dan niet oplet. En... Kaibaman. Kaibaman is echt een hele goeie. Dat staat hier ook. You can tribute this card special summon one Blue Eyes White Dragon from your hand. Als jij deze drie keer in je hand hebt zitten en je kan hem drie keer special summonen op het veld. En je hebt toevallig drie Blue Eyes White Dragons in je handen. Is het zo klaar. Heb je helemaal uitgespeeld. Ja, maar kom op, je moet wel een beetje op de les letten, hè? Maiden with the Eyes of Blue, ook een hele goeie. Ja, ik ben echt een hele grote anime verslaafd, dus ja, ik weet heel goed wat Demon Slayer is. Demon Slayer, One Piece, Attack of the Titans... Dragon Ball Z, Yu-Gi-Oh, Vanguard, Card Game. Welke kijk ik nog meer? Bleach. Naruto. Boruto. I love anime. Anime is echt mijn ding. Ja, ik ken hem toevallig wel. Ik heb er mensen mee zien spelen inderdaad, de Demon Slayer pack. Dus ik heb drie Sagans. Ik weet mijn god niet wat ik met drie Sagans moet. Kan efficiënt wezen voor een Dragon deck, maar ik weet niet zo goed wat ik ermee moet. Next pack. Dat geluid staat wel een beetje hard, dus die ga ik sowieso even wat zachter zetten. Weer Gravity Warrior. Yeah. Waar Aaron het eigenlijk over heb is... hoe krijg je die mod geïnstalleerd... zodat je dus Demon Slayer in Minecraft kan spelen. Dat vraagt hij zich eigenlijk een beetje af. Ja, en dat gaat volgens mij ook gewoon via de Forge. Kan je daar die modpack vinden. En die kan je dan gewoon erop zetten. Dan moet je gewoon die aanklikken en spelen. Maar dan moet je eerst die Forge hebben. Curse Forge. Subnet. Optimization. Oh, is voor de Code Taker. Die heb ik dus niet. Ja, die ja. Rush Warrior. Is voor de Synchron deck. Kan enigszins efficiënt wezen. Code generator. Het is een cyber. Ik ben niet een grote fan van de cyber decks. Ik heb helaas die gekozen bij de Switch.
Oh, deze Yu-Gi-Oh! Game bedoel je? Door deze Yu-Gi-Oh! Game, Aaron? Die kan je via Steam halen. Helemaal gratis, daar hoef je niks voor te betalen. Die is compleet gratis. Je hoeft alleen maar Steam. Oeh! Blue Eyes Chaos Dragon, nice. Je hoeft alleen maar Steam te installeren. Yu-Gi-Oh! Master Duel op te zoeken. En je hebt hem. Star Wars Charge Warrior. Non-tuner, tuner. Ja, kan efficiënt zijn. Dit is een goede defense. Verder stelt hij ook misschien niet helemaal veel voor. Het is een cyber. Ik ben geen grote fan van de cybers. Ik heb nu ook Ridey Driver. Dat is wel leuk. Is goed, dan zie ik je nog. Succes met je Engels. Next pack. Is een special. Is een special. We gaan het zien. Is een special. We openen dan die twee als laatst. Dat is Talk Becker Lancer. Ben je een verzamelaar als je... even wachten. Hoor. Als je stel je hebt de Pokédex van Pokémon en je wilt alle Pokémon's... Ben je dan een verzamelaar? Ja, je bent al zeker een verzamelaar. Je bent dan een verzamelaar. Want je wilt ze gewoon allemaal. Dus dat is een uitrekking van verzamelen. Weer Stack Receiver. The Citadel Star. Dat is wel een hele goeie. Chaos Form. Code Generator. Oké. Okay. Next. Formula Syndrom. Nah. Word ik niet blij van. Junk Destroyer. Nice. Ja, ik wil meestal gewoon alles hebben. Gewoon het compleet krijgen. Precies. Dat heb ik dus ook met de Yu-Gi-Oh! Want ik heb echt verzamelmappen. Nou, daar zeg je u tegen. Kan ik ooit nog wel eens een keertje laten zien. Als mensen daar geïnteresseerd in zijn natuurlijk. Dus ik kan die mappen wel eens een keertje laten zien. Wat ik zover compleet, bijna compleet tot compleet heb. Maar ja, ik ben dus ook iedere keer aan het zoeken waar ik nog die losse kaarten te verkrijgen zijn om gewoon de sets compleet te krijgen. Dat doe ik met Dragon Ball, doe ik dat ook. Met Vanguard ben ik pas geleden begonnen. Nou, WWE ruilkaarten doe ik dus ook. Dus ja, je bent dan een soort van, ja, een soort, nee, je bent gewoon een verzamelaar, heel simpel. Nou ja, goed, ik doe dan samen met mijn neef doe ik dus kaarten verzamelen. Mijn neef die heeft echt... Nou ja, nou, zullen we daar maar niet over hebben. Dat is echt gewoon niet normaal. Dus, ik heb weer een Kaiberman. Ik kan denk ik echt een hele mooie Dragon Deck maken. Maar Kaiberman, mijn neef die heeft echt Pokémon kaarten. Dat is niet normaal. Dat is gewoon echt absurd. Nou, ik denk dat hij die ook wel hebt, maar misschien wel zelfs 2 of 3 keer. Maar dat is met Blastoise en Venusaur precies hetzelfde, dat heeft hij ook. Oeh, Debris Dragon, nice. Thanks Aaron voor de 100, nice man. Ja, het is nog steeds... Ja, ik zit op een houten stoel. Het is gewoon niet lekker. Het is hout. Het is niet te zien... Nou, wacht even. Kijk. Het is hout. Hier. Het is gewoon hout. Dus nee, het zit niet lekker. Even kijken dan. Nu staat de camera natuurlijk niet goed. Nou, zullen we zeggen dat hij wel iets meer dan dat heeft? Ik denk dat hij makkelijk miljonair kan zijn.
En dat hij gewoon echt niks meer hoeft... Oeh, een polymerization! En dat hij gewoon niet meer hoeft te werken. Hij hoeft niet meer om te kijken of wat dan ook. Ik denk dat hij echt... Ja, miljonair wordt. Als hij ze allemaal zal... Ja, oké, okay, de Charizard bij elkaar, dat klopt denk ik wel. Ja, ik denk dat... Ik denk, hè. Ik zeg niet dat het zo is. Of dat ik het gelijk heb. Maar ik vermoed dat hij waarschijnlijk de 3 heeft. Het zal zelfs misschien nog wel meer kunnen wezen. Maar dat weet ik niet. Daar durf ik geen antwoord op te geven. Oké, okay, deze hebben we gehad. Next packs. Which, oh which, oh which packs are we gonna open? That's a lot. Oké. Okay. Next packs. Please tell me which one. Gaan we normal of secrets? Stalwart? Oh, wacht. Ja, ik wacht. Ja, secrets kunnen we ook openmaken. Ja, ja, ik heb er echt heel veel hoor. Want je kan uit sets kiezen. Hè? Dit zijn algemene sets. En dat zorgt ervoor dat het dus gewoon een complete deck wordt. Ja, dat zijn er heel veel, ja. Maar ja, ik heb ook al een hele reeks opengemaakt. Dus ik ga er langzaam doorheen. Dan kan je gewoon even rustig er doorheen kijken. Seekers Witchcraft. Even kijken. Die had ik al een keer opengemaakt. Omdat mijn dochter die wil heel graag de Witchcraft deck hebben. Ja. Doen we ook gewoon weer 10 packs? Ja, ik heb genoeg coins hoor, dus het kan. Ik heb 4000, dus... Ja, zeg maar hoor. Ja, ik vind het niet erg, want we gaan zo meteen de storyline spelen, dus dan krijgen we op een duur krijgen we hem weer terug. Oh, oké, okay. Sure. Zo. Nee, straks gaan we de storyline verder spelen. Dus daar ben ik wel even benieuwd. Nogmaals, sorry voor dat hele harde geluid. Kan ik nu op dit moment even niet zachter zetten. Ben ik weer vergeten. Beetje dom. Dus, maar ja, goed. Here we go. Let's see. Ooh, Dark Magician of Chaos. Nice, in the first pack al gewoon. Phantom Vanisher. Super Soldier Soul. Oh, is voor de Black Luster deck. Ja man, echt GG, yes, 100%. Evil Hero, Wild Cyclone. Nou, dan heb ik liever de Destiny Heroes. Ik ben een hele grote Destiny Hero fan. Wild Cyclone, Elemental Hero Avian en Elemental Hero Wildheart. Ja, kijk, dat heb je als je je ergens in verdiept, bijvoorbeeld in Pokémon, dan weet je daar weer heel veel van. Maar als je dan weer verdiept bijvoorbeeld in Yu-Gi-Oh! Of Dragon Ball of noem het maar op, dan weet je daar weer heel veel van. En ik heb me altijd eigenlijk meer weten te verdiepen in... Yu-Gi-Oh! Dan in Pokémon bijvoorbeeld. Crowley, de Magicus of Grimnors. Special summon discards. Ja, yeah, precies. Special summon discards from your hand. Oké, okay,
Cool. Evoked Galecka. Daar heb ik niks aan. Whiffcrafter Ginny. Die had ik al een paar keer volgens mij. Ja, dat is goed joh. Helemaal geen probleem. Gewoon lekker one block doen. Ik heb dat ook ooit een keer gespeeld. Vond ik leuk. Was echt heel leuk, one block. Nog nooit uitgespeeld? Nee, ik ook niet eigenlijk. Maar ja, goed, ik vind het ook niet zo erg om het niet uit te spelen of wel uit te spelen. Dus ik deed het ook gewoon meer voor de plezier. Oké, even kijken hoor. Tritron, Meteor Shower, Chemical Crabble Crab. Raptor, dat zijn ook hele goede decks. Stealth Roid, I love Roids. Roid deck is ook echt heel goed. Dit is... Vanram. The Magister's Divinity Dragon. Tuner en non-tuner. Maar dan zou je een Magister's deck moeten hebben. Hoe bedoel je, deze mensen hebben echt geen leven? In wat voor opzichten bedoel je? Oh! Ja, die. Oh, ik snap hem al. Ja. Maar ik negeer het ook gewoon, hoor. Ja, ik negeer dat gewoon. Ik heb zoiets van, weet je, het zal. En we hebben Alistair, die heeft Volker of Madness. En dat is een hele goeie. Misschien ook een spelkastens deck maken. Maar ik ga straks echt gewoon verder met de storyline. Dat is veel leuker. Dus even kijken. Royal Medical Liberant is een goeie. Brain Control is een supergoeie. Express Train Trolley Olly. Harpy Lady 1. Redelijk. Evolved. Witchcrafter Collaboration. Dit is voor de Witchcrafters deck. Oké. Weer Elster Evoker. En Zoa the Messages of Flames. Of Flame. Oké. Even kijken hoor. Magician Rope. Nice. Yes! Ancient Gear, Gachilotron, Cermera. Eindelijk een Ancient Gear. Maclord Detection. Super Heavy Samurai Transporter. Evoker. Oh, she's cute. She looking cute. Magister's Fritra. So best. Okay. Next. En ik ga ze nu gewoon wat sneller openmaken. Witchcrafter Adel. Die had ik nog niet gezien. Dat is een nieuwe. Die kende ik al. Forbidden Art of Gishiki. Nope. Dat is niks. The Weather Painter Thunder. Oké, cool. The Old Eye Adiviant. Is voor Ritual Summon voor Old Eye. En die deck speel ik. Dus, ja, misschien. Witchcrafter, Sumitra. The Vision, Witchcrafter, Pitor.
Pittore. Pittore, denk ik. Pittore. Ik begin aardig wat witchcrafters te krijgen. Dus dat zal wel leuk wezen voor een witchcrafters deck. Zeker als mijn dochter dit keer gaat spelen. Want die vindt dit soort games ook wel echt leuk. Sorry voor het harde geluid. Ik moet en ik zal Asian Gear krijgen. Hoe dan ook. Want Asian Gear deck kan ik zo uit mijn hoofd bouwen. Sorry voor het geluid. Even kijken hoor. Oeh, Torturation Tribute. Nice. Even kijken hoor. Hier hebben we weer Crowley. Dit is voor een Venom deck. The True King's Return. Nee, Witchcraft the Pottery. 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 Ze is adorable. En nog een Witchcraft Genie. Nee. Even kijken hoor. Witchcraft is fieldspel. Ideaal. Heen. Heen heb ik volgens mij ook al. Pottery. Survive Shrine. Is voor een Son of Olon deck. Oké, cool. Aardig wat leuke kaarten ertussen zitten. Doen we er nog één openmaken of doen we wat anders openmaken? Want eigenlijk zou ik heel graag Ancient Gears willen hebben. Alleen zie ik die er nog steeds niet tussen staan. Ja, ik denk inderdaad dat gewoon gaan doen. En dan kunnen we de Prehistoric deck wil ik ook nog wel een keer maken. Maar inderdaad, ik denk dat het beste nu is even verder gaan met het verhaal. Moeten we even wachten. Oké, let's go. Play. Ik weet nog niet welke deck ik dan ga gebruiken. Dit is een practice round. Krijg je standaard. Is gewoon zo. Ik learn to insist and out of the monarch deck. Dus dan krijg je de monarch deck als lane deck. Nou, we gaan gewoon kijken en we zien het wel. Ik ga even wat drinken pakken, ogenblikje. Yes, daar was ik weer. Nice, oké. Beetje gelezen. When you tribute summon or successfully executed, you will be able to use a range of power effect that take on your opponent with a level 5 or and 6 monster that you can bring out easier, or a level 8 monster that have even more forbidden effect. Formidable effect. You can also customize your deck in many... Nou ja, goed. Is niet nodig. Kijk, ik heb heel mijn speelveld veranderd, want het was eerst Nature. Maar ik had zoiets... Dit is meer mijn ding. Dit is volgens mij de Ancient Gear veld. Edna the Heavenly Square. En ik heb Mobius. Nou, dan moet je eerst dus Edna de Heavenly Square inzetten en daarna de effect activeren. Yes. Dan haal je die er weg. Dan doe je die.
Nou, dan kan je, als het goed is, kan je gelijk Mobius inzetten. Yes. Oh, confirm, confirm. En straks wordt het nog leuk, want straks mag je dus officieel met de Ark deck spelen. De Monarch deck. Is niet makkelijk. Ik heb het al geprobeerd, is totaal niet makkelijk. Doen we er gewoon nog één, hoppatee, wegwezen. En dan doen we er nog één, wegwezen. Zo. Kijk, dan doet hij deze activeren, maar hij kan er niks mee, want die worden automatisch vernietigd. Ondanks dat ze op het monsterveld terechtkomen, maakt het niet uit. Want de trap card blijft onderaan liggen. Waardoor dus de effect van Mobius activeert. Hij vernietigt gewoon alles wat op de trap- en spelkaartzone ligt. Dit zijn officieel spel- en trapcards. Dus ja. En nu is het alleen een kwestie van zijn levenspunten aanvallen. En dan hebben we eigenlijk al gewonnen. Maar dan komt het leukere. Mogen we met een Monarch deck spelen? Ik ga eerst even dat ene geluid even wat zachter zetten, want in mijn oor klinkt het heel hard. Hebben jullie daar last van? Van dat geluid? Of valt het mee? Ik wacht eventjes, want anders ga ik gewoon door met duelleren. Niet echt? Oké. Moet die wat zachter of... Of valt het ook mee? Oké, nou ja, dan gaan we gewoon door. Heel simpel. Zal ik met deze deck spelen of met mijn eigen deck spelen? Ik denk met mijn eigen deck. Of met eerst met deze deck en dan vervolgens met misschien mijn eigen deck. Zet het hier. Nee, hier kan ik niet kiezen. Oké. Ik speel eerst wel even met deze deck. Ja, ik zit heel veel aan mijn baard. Maar dat komt... Mijn baard, ik weet niet. Mijn baard heeft een hele zachte gevoel. En dat vind ik gewoon fijn om eraan te zitten als ik aan het spelen ben. Dus sorry als het iedere keer voor mijn mond zit of wat dan ook... Maar ik vind het gewoon heel fijn om aan mijn baard te zitten. Het is ook geen kleine baard of zo. Dus. Mijn volwassenen zijn met. Nee, Monox. Kom. Ik vind de muziek echt wel zo gaaf om te horen. Once per turn, if you will tribute a monster, you can tribute one monster in your open monster. Oké, dat kan. Let's play this one, then activate her ability. Let's play this one in defense mode. Let's activate this one. Let's select this one.
let's place this one in defense mode and place this one in face down. At my turn, I play all my cards. Let's see. Interesting. Very interesting. Trade in. Discard one level art and throw. Heb ik niks aan nu op dit moment, maar. Let's place this one in attack mode. Place this one in defense mode. And let's battle. Kind of stupid, a little bit, but it's fine. Ja, heel veel kan ik nu niet. Too bad. Sure, I can understand that. Ouchika baba. Oh, and a discard pile. No. Scheiße. Pot of Ephrastron. Let's do this one. Ja, neem je tijd hoor, geen probleem. Is helemaal goed, joh. Unfortunately, I cannot battle. It is what it is. If I lose this battle, it's fine with me. Unfortunately, I will lose this battle. Tja. Het is niet anders. Ah, je kan niet alles winnen, hè. Het zal wel leuk wezen als je een keer alles kon winnen, maar ja. Zo werkt het helaas niet. Zo, ja. Yeah. Oké. Okay. Ik kan ze allemaal nu activeren. Gaan we deze doen. Doen we deze. De first monarch. Dan leggen we die op. Select. Dan doen we weer die. In verdediging. Doen we
Even kijken hoor. Tribute, target one card on the field. And one card in either player's graveyard also. Of deze. En dit is. Nee, die ga ik nu niet activeren. Dus ik doe die wel. Yes. Hoppatee. Confirm. Yes. Confirm. Don't care. Don't care. Het is alleen zo jammer dat hij hem nu activeert. Ja, weet je wat? We doen het toch wel. We wisselen deze in. Voor 2 nieuwe cards. You can special summon monster from your extra jacket and super. Oké. Ik lees het allemaal gewoon heel snel allemaal tussendoor hoor. Dus het is niet dat ik gewoon volledig alles lees. Daar heb ik het geduld niet voor. Dus ja. Zo, Katjinka. Katinka Katjinka. Endface. Oké. Laten we die in verdediging leggen. First Monarch. Attack was 1000, I believe. Ja. Yeah. Defense. Sowieso. Je select. Select. Attribute dark. Even kijken, wat is de effect dan? Oh ja, ja, ja. Select. Dan doen we deze. De Prime Monarch. En die. Die. En sowieso leggen we die in defense. Of upside down. Upside down. En killing attack. I hope. Ja. Oké. Okay. Nice. Ik zat aan de verliezende hand. Maar ik kan dit nog winnen. Dus let's hope I will win this. Activate. Pardon. Ja. Even kijken. What they once per turn during your open man's main phase, you or open man's battle phase, you can immediately after this effect resolve tribute bomb monster. Cancel. Cancel. Heeft nu nog geen zin namelijk. Dat
leven nog wat doen hoor. Als ik daar de tijd voor krijg. Even kijken hoor. Die. In principe heb ik dat niet allemaal meer echt nodig. Even dit doen. Ah, wacht. Ik doe het helemaal verkeerd, joh. Even wat gedaan hoor. Moet ook ondertussen gebeuren. Zo. Als het goed is, is het gewoon niet zichtbaar. Dus. Oké. Wacht. Dat wist ik niet. Ik dacht die misschien ook kon opofferen. Maar oké. Maakt niet uit. Doen we het gewoon zo. Even kijken. Add from your deck to your hand one monster with 28 or 1000 defense with a different name than the monster. Oh, okay. Nice. Sure. Why not? Let's do this one. The big guy. D. Geen idee. Die special summon. Arubis. Draw two cards. Kunnen we ook wel activeren. Select. Zo, terug in de hand. Twee kaarten. Activeren we die. Die. Hier. En dan misschien die gewoon in aanval zetten. Battle. Smart. Heel smart. Yes. Battle. Als ze die niet had ingezet, had ik dit nu al gewonnen. Maar ja, goed, helaas.
Misschien staat hij nu wel iets te hard, maar... Ik vind het nummer wel goed. 28 is goed, zo. Ja, ik hoef eigenlijk niks meer te doen. Ik heb dit gewoon gewonnen. Dus ik ga ook niet veel meer doen. Ik ga gewoon hier een einde aan breien. Heeft me al veel te lang geduurd. Cancel. Oké, cool. Lone deck, clear. 150. Al weet ik dat je er hier 200 moet hebben. En dat is waar ik dus tegen aanloop. Want ik krijg niet wat ik nodig heb. En dat, daar baal ik een beetje van. Het eerste wat ik wel eventjes gewoon ga doen is... toch dat ene geluid ook iets zachter zetten. En dan die misschien een klein beetje harder. Maar ik ga ze niet veel harder zetten. Ik denk dat dit wel op zich te doen is. Hoop ik. En als het wel te hard is, dan hoor ik het vanzelf wel. Zo. Die. Gaan we toch weer naar solo. Ja, spelen we toch nog even die. Want we hebben daarboven hebben we nog die practice rounds. Maar we hebben deze ook nog niet klaar. En ik zat te denken om het nog een keer te spelen met die. Maar dat heeft dus geen zin. Dus ik weet niet hoe ik dan verder kan gaan naar de bovenste rij. Want daar heb je gewoon 200 van die dark points nodig. Dus ja, geen idee. Nou, toen ik het op de Switch speelde, had ik hem vrij snel verslagen. Dus wie weet, in de hoop dat ik hem hier nu ook vrij snel versla. Oké, die zetten we sowieso in. Doen we die effect activeren. Doen we die weg. Doen we die op het veld. Even kijken, wat kunnen we dan? Die. Kunnen we Link summon? Boom. Dan leggen we die gewoon neer. En leggen we die neer. En dan is het... Oh, battle. Ah, dom. Zit ik weer niet op te letten. Ja, dat was te verwachten. Ik wacht nog even. Eerst even kijken wat hij gaat doen. Ja, dat dacht ik dus al. Even kijken, want dan krijgt hij 400, dus wordt 22, dus dat haalt hij net niet. Dus eigenlijk is het aan de ene kant het beste om dit gewoon te doen. Het is misschien zonder. Maar het is beter dan niets.
Eigenlijk had ik dat niet hoeven doen, maar goed, afijn. Weet je, dan maar gewoon even verdediging neerleggen. Het is niet anders. Ik heb ook nog een kaart in de extra deck, dus ja. Nou, die kan gelijk aanvallen. Is niet erg. Ja, maar dan zou ik wel monsters moeten krijgen, want aan dit heb ik niet zo heel veel eigenlijk. Hier heb ik niet zoveel aan. Dark Hole, oké. Okay. Ja. Ging de volgende keer toch wel een stukje beter. En turn. Alleen mijn tegenstander kan ook niet veel, blijkbaar. Kijk, dat is wel ietsjes beter. Ja. Dan maar gewoon even in de verdediging zetten. Hoor. Ik heb geen andere keus. Even kijken hoor. End my turn. Let's see. Weer die. Prima, no problem. Let's activate this one. Zo, dan is die ook gelijk weg. We gaan het gewoon doen. Let's go. Boom. Nice. Oké. We hebben tenminste damage gedaan. Let's see what he's gonna do. Hij doet niet veel. Let's go! Link summon! Gaia the Saber. Even kijken, wat deed. If you link summon a link monster, you can target one monster in your graveyard to use it. Oh ja, yeah. Let's activate this one. Select. Activate. This one. Do. Face up. Dan summon deze. Kunnen nog een keer links summonen, maar
cancel. Ik ga eerst zien wat hij gaat doen. Precies. Like that. How you like that? Do-do-do-do-do-do-do-do. And that's the way the cookie crumbles. Okay, nice. Nu heb ik hem compleet. Kijk deze. Maar ik zit wel steeds met die. Dus het enige wat ik kan doen is die. Dan krijgen we weer eigenlijk een soort van mini-story. The Avenge of the Monarch. Who embodied the very concept of destruction continues. How many countless worlds must they have destroyed? Lightning storms, blizzards, lava, and seismic catastrophe. All manners of destruction assail the world. As they avenge the monarchs, grow ever stronger, potentially pushing the boundaries of destruction. The power defiles all matters equally. There's no way to discern whether or not the monarchs are aware of what they destroy. The Avenge truthfully expanding all that enters their field of vision, no matter of the scenery. Whatever, in a land reduced to rumble, from the heavens descends a creator. Ifler, the heavenly monarch, a savior descended as if a miracle to a land awaiting its destruction. Whether this creator could be counted as one of the monarchs is unknown. The ground in which the creator has landed slowly begins to revive. A day will surely come when this land regenerated by the creator will be destroyed again. Nonetheless, with no rewards, Afler, the heavenly monarch, fills Rune's world with the light of rebirth. Wow! Yay! I got a monarch deck. Ga ik daarmee spelen? Nope. Supernatural. To the store, cancel. Ik baal alleen gewoon enorm dat ik dit niet kan doen. Dus hoe ga ik dat oplossen? I don't know. Kijk, want er staat er nu clear en eigenlijk moet er gewoon complete staan. Maar goed, kijk. We hebben meer storylines, dus... Misschien kom ik er wel. Play. Eerst een scenario. En dan krijgen we deze. En dat is een Elemental Saber Molehoe. Elemental Saber. Oké. Play. Story time. The Warriors of the Six Elemental Lords. The world is comprised of six elements: earth, water, fire, wind, light, and darkness. The elements were brought to the earth by the Six Elemental Lords. The world is at peace as long as the six elementals are in an equilibrium. However, when
That balance is disturbed. The elemental lords appear. When the elemental lords' physically forms have increased, the descendancy enough to be seen by humans, disasters occurs. The elemental lords have appeared numerous times, causing natural disasters throughout the world. The ancients build temples to calm their resurging natural disasters. People pray constantly, but the elemental lords did not possess the capability to answer those prayers. Another power that had nothing to do with the elemental lords may have taken pity on them. The elemental lords chose a handful of humans. They were called Elemental Saber. They served the elemental lords and maintained the order of the elements. Sure. Okay, cool. Story time! Yay! Nu gaan we waarschijnlijk leren hoe we dus... Ja, kijk hier. Ah, kijk. Ha, die moest ik hebben. Ja, ja. Dan kunnen we straks verder met die andere. Nice. Oké. Ik denk dat we waarschijnlijk nu gaan leren hoe we met de Elemental Sabers... Ja, inderdaad. Learn about the Elemental Sabers. Sure. Let's do this. I don't mind. Even kijken hoor. Elemental Saber Monsters has effect that allows their attributes to be changed while they are in the graveyard. Will you have 5 Elemental Saber Monsters in the graveyard, you can use each of their effects to fulfill the special summon conditions from the Mighty Elemental Lords, which is to have 5 monsters of the same attribute in your graveyard as specified in their descriptions. Okay. Maar kijk, ik vind het leuk om dit bijvoorbeeld te leren, maar weet je, ik heb er niks aan, want je maakt automatisch het deck aan hoe je het zelf wil op het duur. Dus of ik dit nu wil leren, ja of nee, ja, het maakt eigenlijk niet zoveel uit. Ik heb hier niet zoveel aan. Nou ja, goed. Oh, sorry hoor, ik klikte iedere keer op de verkeerde. Het is wel een hele gedoe volgens mij hoor. Maakt het uit welke ik kies? Denk het niet. Doe gewoon fire. Boom.
Tada! Cool. Dan kunnen we de duel doen, maar... Dat gaan we dus niet doen, want ik wil deze compleet maken. Dus gaan we eerst naar deze. Unlock. Mogen we dus weer twee duels doen? Ben benieuwd. Doen we dat met een loner deck of doen we dat met mijn eigen deck? Mijn eigen deck gaat wel denk ik iets sneller. Ik weet niet welke. Euthanized Treeborn Frog. Krijgen we twee cards. We kunnen de loner doen. Ik ga eerst de loner doen en dan ga ik mijn mind deck doen. Vind ik wel leuk dat je eigenlijk twee verschillende manieren kan spelen. En dat je daar toch eigenlijk gewoon iets van ja, prijzen voor krijgt, zeg maar. Ja, het is wel weer met een mono deck, maar ja, goed, weet je. Het is what it is. It is what it is. En toch, dit nummer blijft lekker hoor. Sorry. Ik vind het gewoon een goed nummer. Heel simpel. Ik kan er niks aan doen. Oh, blijk hoor. Ja, oké. Okay. Dan heb ik toch een kleine teleurstelling voor hem. Denk ik. Als het me lukt natuurlijk. Golden set. Oké. Sommige woorden zijn gewoon te moeilijk om uit te spreken. Dus dan ga ik hem ook niet aan me aansnijden, zeg maar. Smart. Smart. Heel slim. Ja, is gewoon slim. Is gewoon heel slim. Ik ben benieuwd. Ik zit trouwens met mijn arm over elkaar. Hij kan niks. Ik kan ook in principe niks. Nu. Ja, eigenlijk nu nog steeds niet. Nu wel. In de hoop dat deze niks kan doen. Nee. Dan is het goed, dan is het goed. Let's see wat hij gaat doen. Niks. Oké. Okay. Ik kan nu twee dingen doen. Drie dingen eigenlijk. Sowieso ga ik die activeren. Ik doe hem gewoon face up. Want in principe offer ik hem weer op. Roepen we die op.
Toen we die activeerden, kunnen we alleen deze. Oké. Soma. Oké, Soma the Spirit. Even kijken hoor. Ja, waarom niet? Wat heb ik nu nog te verliezen? Niet veel. OPEC. You didn't see anything. Oké, was te doen. Was te doen. Thank you. We gaan ook nog een keer deze doen. Dan ben ik benieuwd of het ook zo snel gaat. Denk het helaas niet. Ik ben nog een beetje deze deck aan het ontdekken en ik heb al zelf een beetje dingetjes in elkaar gezet op mijn manier. Dus ik ben benieuwd of het ook zo snel gaat. Maar ik heb het idee van niet. Hij begint. Dat kan. Doen we gelijk deactiveren. Smashing Ground activeren. Dan verdwijnt die. Activeren we gelijk een field spell. Leggen we deze neer. Activeren we deze. We kunnen Monster Reborn activeren om gelijk meer damage te kunnen doen. Is aan de ene kant wel handig. En waarom eigenlijk handig? Omdat we dan gewoon veel sneller hem verslaan. Snap je? Dat dus. Nou, dat laten we gewoon even met rust. Dan vallen we sowieso met hem als eerste aan. Ja, hij kan niks activeren. Dan kunnen we kijken welke we hieruit kunnen oproepen. Hij is 2300, maar er gaat 300 ervan af en dat gaat nu naar de defense. Bij hem precies hetzelfde. 300 gaat eraf, gaat naar de defense. Hier heb ik Skull Successor liggen. Skill Successor. Kan nog enigszins als rescue wezen. Let's end the turn. We gaan het zien. Oef. Oké, smart. Let's see. What he is gonna do. Oh, smart. Ik had dus wel
eigenlijk denk ik moeten doen. Denk ik. Ja. Nee. Nope. This is a loose game. This is not what I'm gonna go winning. Damn it. Ik had geen andere keuze. Ja, ik had wel een andere keuze. Kijk, ik kan deze en dan kan ik natuurlijk nu zorgen dat ik deze activeer, zodat hij 800 aanvalspunten erbij krijgt. Waardoor ik dus wel die monarch kan verslaan. Zal het me deels helpen? Ja, maar de kans dat hij een andere monarch inzet is wel aanwezig. Tuurlijk, het doet hem wel damage. Dat scheelt ook wel. Terug naar de 18. Zie je? Daar was ik een beetje bang voor, zeg maar. Nope. Nee. Nee. Ah, dat is jammer. Too bad. I lose. Ik heb nog één kans, maar... Hey, Devil Wolf. Nee. Ik krijg hierna nog één kans. Het loopt gelijk op ongeveer. Ik heb niet zo heel veel aan deze. Ik kan damage doen. Dat is eigenlijk alles wat ik nu kan doen. Maar het heeft niet zo heel veel nut om eigenlijk die damage neer te leggen. Want... Ja. Als hij me aanvalt en hij legt nog een monster neer dat net genoeg punten op... Ja. Nee, deze heb ik helaas verloren. Ik moet mijn andere deck even gaan proberen te pakken. Kijken of die misschien wat beter is. Nee, die zal ook niet veel beter zijn. Dat is Trap Tricks. Nee, dat zal ook niet... Heel veel beter wezen. Nope. Ah, too bad. Ja, of hij moet echt een hele zwakke neerleggen. Hij legt niks neer. Tja. Dat kan ook.
Net te weinig. Ah, balen! Maar hij legt zelf ook geen andere neer, dus... Ah, had ik die naar me net gekregen? Ja, oké. Okay. Ja, jammer. Deze heb ik verloren. We gaan het gewoon nog een keer erop proberen. Ik ga het niet opgeven. PC heb ik netjes gedaan. Ja, helaas. Oké, laten we eens even zien. Want, daarom zeg ik, we kunnen de trampings spelen, maar ik weet niet of die beter zijn. Of we spelen de cyber. Ik ben absoluut slecht in cybers. Het is wel de betere voor de link battles. Hey, weet je wat? Nooit geschoten is altijd mis, zeggen ze toch? Dus let's try it. We gaan de link generation doen. Weet je wat het is? Die reflector slime die is hartstikke handig voor sacrifice. Je hebt eigenlijk alle direct gewoon een monarch op het veld. Als het nodig is. Daar kan ik beter mee wachten. Had ik dit moeten doen? Nee. Had ik battle damage kunnen doen? Ja. Niet zo handig, maar... Never mind. Doen toch damage. Ben enkel benieuwd. Ja, nou ja, goed, we zien het vanzelf. Gaat hij nog een reflector slime inzetten? Of nee, hij laat het hierbij. Zal hij nu geen geluk hebben? Het zal ideaal wezen natuurlijk, maar... Ik kan beter gewoon die inzetten. Wat kunnen we inzetten? Zal ik gewoon niet aanvallen? Klinkt veel logischer.
We hebben dan toch nu veel meer geluk dan dat we hadden verwacht. Zal natuurlijk kunnen. Maar hij kan weer niet. Dus in principe, ik denk dat we echt wel veel geluk hebben nu op dit moment. Jelly Cannon. Activate. Doen we die wel. Doen we een token. Kunnen we een hogere? Even kijken, we kunnen een hogere erin zetten. Let's do this one. Choose this one and this one. Oh, and this one. Sure. Deco Talker. For each monster, it points to. Oh, okay. Wacht. Ah, nee, joh. Dus, in principe, als we zeggen van we summonen die en we doen die hier. Ah, kijk. Oké, okay. Nou, jammer dat we er niet nog eentje in kunnen zetten. Dan had ik hem hier moeten zetten. Echt dom, hè? Ja, maakt het niet uit. Zo, zo, zo. Voor iets... Nee, maakt niet uit. Oké, okay, we gaan gewoon battelen. Oh, dat meen je niet. Nee, nee. Oeps. Geen monarch. Please. Monarch. Damn it. Sure. Ja, dat was te verwachten. Please let me win, please. Damn it. Wacht. Thank you. Nee, dat is 2. Laat maar dan. Leg het hier gewoon nog neer. En we winnen met een cyberdeck. Had ik nooit verwacht. Let's go! Nice. Oké, cool. Dan hebben we er hier nog één. 2 tickets. Solo. Sorry. Voor 2. En met de loner.
Een icon. Gaan we gewoon doen. Gaan we gewoon doen. Na deze... duel ga ik eerst eventjes naar de pipi. Naar de pipihuis. Ik wil pipi doen. En natuurlijk speel ik weer met een monarch deck. Die mag weg. Ik weet niet hoor, ik zit helemaal in de flow van de muziek. Ik vind het zo heerlijk. Ik kan er niks aan doen, sorry hoor. Ja, weer hè. Ja, godverdomme. Ja, groot gelijk heb je hoor. Ja, wat bedoel je? Wat voor mod bedoel je? Iets specifieker. Dat heb ik helemaal niet nodig, want ik negeer het gewoon compleet. Ik heb daar gewoon geen zin in. Ik ga daar niet eens op reageren. Dus hoeveel pogingen ze ook doen, laat ze lekker doen, joh. Zulke mensen zijn gewoon zielig. Use effect now. Ik ben nu even weer de kluts kwijt, maar dat geeft niet. Komt wel goed. Nee hoor, ik negeer ze gewoon groene donder. Ik heb daar helemaal geen behoefte aan. Ik ben gewoon lekker met mijn spel bezig. En ik reageer alleen op degene die naar mij typen en dat soort dingen. Net als bijvoorbeeld die hele by followers en viewers. Het zal. Ja joh, lekker laten doen. Lekker laten doen. Auw. Ja, maar ik ben de meeste mensen niet. Ik ben de meeste mensen niet. Ik ben mezelf.
Ja, ik heb geen andere keus. Damn it. Ja, ik zal deze add from your deck and hand a monster of suspense. Of zal ik die van 28 doen? Deze is wat makkelijker namelijk, dus ik doe die wel. Het is niet anders. Even kijken, wat was jouw... Oh ja. Kijk, ik kan dat ook. Easy! Ik kan dat ook. Maar ik moet wel opschieten. Oh, ik moet heel erg piepie machen. Alsjeblieft, doe niet dezelfde zet als ik. Please, don't. Die weg. Oh, die roept hij naar zijn hand. Damn it. Was deels te verwachten. Special summon. Ja, door deze kaart kan hij hem nu makkelijker oproepen. Tja. Chainlock 4. Resolve. When you tribute a monster, you can special summon this card from your hand, and if you do, the type attribute, the level, I don't know, becomes the same as the face-up tribute monster. Okay. The slight little problem that I have right now...
is I can't do anything about Discord. So... Wat? Discord, ja, juist. Wat? Volg ik iets of volg ik iets niet? Ja, Engels is gewoon een beetje ja, mijn lievelingstaal, zeg maar. One for one. Send one monster from your hand to the graveyard special on one level. One monster from your hand or deck. Sure. Haha. Yes. Oh, mijn haar zit niet goed. Zo, nu wel. Come on, come on, come on, come on, come on, let's do this, let's do this, let's do this. Ga ik zo meteen maar eens even mijn kachel aanzetten, want het is echt koud. Althans, ik heb het koud.
Ja, I know. Ik moet daar gewoon nog eens even naar kijken. Maar ik heb meestal niet zoveel geduld, als ik heel eerlijk ben. Dat is denk ik een beetje mijn probleem. Ik heb niet zo heel veel geduld. Nou, ik moet zeggen, de Monarch deck is nog niet zo slecht. Zeker niet als je dit al gewoon kan spelen zo, 1, 2, 3. Is het nog niet zo slecht. Kijk, want dan doe je nu battle position en hij kan in principe niks meer. Nee, ik ben daar veel te slecht in om die kanaalpunten te doen en dat soort dingen. Te slecht in. Ik heb er gewoon geen geduld voor. Ik vind het gewoon leuk om gewoon te livestreamen, met mensen te praten en niet het gevoel hebben om echt volledig alleen te zijn. Snap je? Daar gaat het me eigenlijk het meest om. Ja, goed. Ik ga in ieder geval eerst eens even naar de wc. Ik ben zo terug. Weer. Alleen niet te lang meer. Ik zie dat het alweer bijna 2:30 is. Over 3 kwartier. Maar mijn dochter die komt natuurlijk ook zo meteen weer thuis. Dus ja. Yeah. Eens even kijken. Even op mijn telefoon hoor. Even op mijn telefoon. En dan gaan we zo meteen verder. Nou, er is verder niet zoveel. Oké, we gaan wel verder. We gaan nog deze doen en dan gaan we de link doen of een andere deck. Ik ga toch gewoon weer mijn Rumble Grumble proberen. Poging. Ja, ik ga het gewoon proberen. Nou ja, waarschijnlijk dat ik straks nog wel verder ga, maar dan op de Switch. Tenzij als mijn dochter niet wil. Maar goed, dat is voor straks. En sowieso, als het goed is, kom vanavond een maatje langs en dan ga ik een deck voor hem in elkaar zetten. Het zal ook niet de meest optimale en stabiele deck wezen. Maar goed, in elk geval, hij heeft dan een deck waar hij mee kan spelen. En ook weer gewoon vooruit mee kan komen. Daar gaat het gewoon even doen.
Laten we hopen. Sorry. Ja, daarom. De ene keer wil ze wel, de andere keer wil ze niet. Dat is afhankelijk. Dus dat ligt niet aan mij hoor. Dat ligt meer aan hoe zij het wil. Dus ja, goed. Als zij zegt van papa, ga jij maar, dan ga ik gewoon. Heel simpel. Ik laat me nog geen twee keer zeggen. Ja, misschien wil ze ook wel op de computer. Ik weet het niet. Oh, dat is zo cool. Ik vind dat altijd zo gaaf als Dream dat doet. Echt, ik kan me er kapot om lachen om die gasten. Geweldig. Maar Dream is daar ook wel echt een hele goeie voor. Ja, dat kan. Alleen kan ik je nu al zeggen dat het voor mij dan niet zoveel uitmaakt of ik meedoe, ja of nee. Want ik heb wel mooi Minecraft uitgespeeld. Dus ja, dat dus. Maar ik wil gerust de Hunter racen, dat is het probleem niet. Dat lukt me wel. Ik weet niet. Ik denk niet dat ik met deze deck ga winnen. Hij speelt natuurlijk zelf ook met een Monarch deck. Dus ik denk niet dat mijn deck op kan tegen zijn deck. Ik noem wel de first Monarch. Nou ja, goed, je wilt toch de dingen uitspelen, de Minecraft uitspelen, dus daardoor de Ender Dragon verslaan. Ja, nou ja, goed, wellicht is dat altijd voor een optie en wellicht kunnen we dat ook eens in de stream gooien, dat is natuurlijk altijd wel leuk. Nice. Dit was wel een hele snelle match. Ik moet ergens voor zorgen dat hij die monarchs niet kan oproepen. Dus nee. Oké, die was dus niet te doen.
Dan toch misschien weer die proberen. Wellicht. Ik wil hem echt nog voordat mijn dochter thuis komt uitspelen. Of nou ja, deze in ieder geval compleet spelen. Dan heb ik toch iets bereikt nog vandaag. Als ik zo bescheiden mag zijn. Niet veel damage, is in ieder geval iets. Hij kan niks. Cool, oké. Okay. Kan werken. Sorry, afgeleid. Bijzonder dat hij deze niet activeert. Tribute one effect monsters. Ik heb twee liggen. Blokkeert deze eigenlijk? Ik heb geen flauw idee eigenlijk. We gaan gewoon battelen. We zien het wel. Hij moet nou niet op het laatste in één keer met een powerful card komen, want dan word ik helemaal poppy-opie hoor. Steeds dit oké. Kom maar terug. Ja. Kom er net bij. Nee, laten we die nu maar eens even met rust. Let's go battle. Cancel.
Ansel. Wat moet je van me? Ja, hartstikke leuk. Ik kan niet eens die terugbrengen. Dus waarom zou ik iedere keer deze moeten doen dan? No. Oh, jeuk. Okay, nice. I win. Cool. Destruction Jammer had kunnen helpen. Nee. No. Boom. Yay! I did it. We hebben er één helemaal volledig compleet. Nice. Level 6. Completed. Plus 200. Sweet. Oké, cool. Eerst even kijken hoeveel we hier nog hebben. We hebben er nu 4. Tja. Is dat veel? 900 gems erbij. Is niet heel veel. Ik dacht dat het wel iets meer zou zijn, maar... Nee, net niet. Gaan we nog eventjes door. Kunnen nog wel even door. Denk ik. Het is nu een duel tegen... de Element Sabers. Of althans, ik speel met de Element Sabers. We gaan het zien, we gaan het zien. Ik ben benieuwd. Ah. Zo, echt hoor, ik heb vannacht slecht geslapen. Sorry, mijn excuses echt voor dat gapen iedere keer. Maar ik heb zo slecht geslapen. Het is gewoon echt niet leuk meer als je zo slecht slaapt. Zo, Nederlands praten is ook een stuk moeilijker geworden. Maar gewoon slecht slaap. Ik vind het gewoon niet leuk meer. I will activate... bottomless trap hole. Oké, nice. Kunnen we neerleggen. Zo, dan doen we die. Dan doen we die. Krijg je iets van attack points erbij of zullen we gewoon activeren mogen? Zo hollow. Geen idee waarom ik dat deed. Misschien heb ik daar wel een goede reden voor. Call of the Hot. Sorry, boy. Sorry, boy, it's not your time yet.
Zullen we maar niet activeren? Denk nou serieus, enter. Deed ik nu serieus end turn? Waar zit ik met mijn hoofd? Geen idee waar ik met mijn hoofd zat. Ik had zoveel meer damage kunnen aanrichten, maar blijkbaar zat ik er niet helemaal bij. Waarom drukte ik op end turn? We gaan de discussie maar niet aan, denk ik. We slaan die discussie over. Dat is dat weer. Nee, weet je wat, slaan we wel over. Of. Wat moet. Ik vind het leuk hoor, maar. Ja, nogmaals, ik heb hier niet zoveel aan. Ja, ik laat het verder doen. Battle. Ik had er een einde aan kunnen maken, echt dom. Nou, volgens mij heb ik 1, 2, 3, 4. Ik heb maar 4 monsters in mijn graveyard, dus. Had niet zoveel nut. Victory is mine! Ja, en nu nog uitspelen met mijn eigen deck. That's gonna be fun. Is dat electric? I think so. Welke is dit? Elementals hebben Paulia.
Nee, play. Let's play this. Dan zou ik hierna nog eentje kunnen doen, maar daarna ga ik echt ermee stoppen. Voor op de stream. Sowieso bewaar ik deze. Deze Yu-Gi-Oh! Voor de stream. Op de Switch ga ik gewoon door. Maar deze Yu-Gi-Oh! Bewaar ik echt voor de stream. En ik moet niezen. Als dat mag. Bye. Ik moet niet niezen. Er zaten wat kriebeltjes in mijn neus, maar ik hoef niet te niezen. Happy me. Auw. Sure. Ja, Valkyrie deck. Zal ik ook nog wel... That was an easy round. Easy, easy, easy. Let's go. Maar ja, deze kunnen we natuurlijk nou ook weer niet doen. Want ik heb die lightning balls niet. Dus gaan we naar goal. Krijgen we een van de of drie keer de Elemental Lord. Storytime! Storytime! The Element Sabers now protect the temples which pilgrims no longer visit. And day to day. They manage the elements that comprise the world to not flare out of control. Let's say, for example, the elements of fire flames up. The element saber would inherit the power of the water element. It will rain together throughout the land. Extinguish the flames. And I don't know what ik heb nu zou moeten doen. Ik heb dus maar 1k punten. In wat voor opzichten bedoel je? When one element gets out of hands, the force of the opposite element are increased, restoring balance. The element sabers inherit only a fraction of the element lord's authority and cannot exercise
all their power. Nor shall that power make them feel as if they are gods. They use their ability to command. Ja, oh, op die manier. Ik snap het. Alleen, ja. Ik weet niet zo goed welke ik moet doen. Dat is denk ik misschien een beetje het probleem. They use their ability to command, train and do right. Training never ends for the element sabers. Ik zal er wel eens eventjes naar gaan kijken voor je, nou ja, voor mezelf ook wel deels natuurlijk. Groene Donder, hoe of wat, want ja, ik heb daar geen geduld voor. Ik wil gewoon, ja, dit doen, denk ik. We gaan gewoon de regeltjes af. De volgorde bedoel ik, niet de regels, de volgorde. Even kijken, kunnen we er nog één doen? Of gaan we eens wat, even wat, nog wat anders doen? Zien het feit dat mijn dochter ook zo meteen thuis komt. Hier staat wel solo, maar daar bedoelen ze denk ik waarschijnlijk mee, ook deze. En dit is volgens mij van de Crystals, denk ik. Crystal Beast deck. Of de Gem decks. Pyrox team. Ik ben heel erg geneigd om toch nog eens even te gaan zoeken naar, naar mijn dingen, hoe heet het? Ja, ja, zeg het eens. Ancient Gear. Want ik wil echt een Ancient Gear deck proberen te gaan krijgen. En er is een speciale losse secret pack daarvoor te krijgen, maar je moet dan eerst 4 van dezelfde soort kaarten te pakken krijgen. Om dus zo'n pack te kunnen krijgen. En er zijn er al een aantal weg. Want zo, in het begin van de stream had ik er veel meer. Maar er zijn er al een aantal weg. Deze gaan over 2 uur weg. Die gaan over 2 uur weg. Dan denk ik toch dat ik de Prehistoric Beast nog eventjes ga doen. Eens even kijken wat ik daaruit ga krijgen. En dan denk ik dat ik het voor vandaag gewoon verder zo ga laten. Maar ik ga voor jou, ga ik dan wel eventjes kijken, Groene Donder, hoe of wat met die kanaalspunten. Komt helemaal goed. En ik doe het natuurlijk ook voor mezelf, maar omdat je er ook naar vraagt, wil ik wel eventjes gaan kijken voor je. En misschien dat ik de volgende keer wel een andere deck heb om misschien mee te spelen. Ik hoop stiekem een keer Elemental deck, maar ik heb wel een Scrap Soldier. Of misschien een Dinosaurs deck. Dat is misschien ook wel cool. Veel dinosaurs, dus misschien toch maar een dinosaurs deck bouwen.
2000 in aanval. Oef. Oef. Twee stuks. Oef. Oké. Ja. En nu met een pinaise er rondlopen en dan zo piep 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 al die balletjes kapot prikken. Big Evolution Pill kan heel goed zijn. Destroyer Source kan ook goed zijn. Niet heel veel bijzonders. Double Evolution Pill goed. Tail Swipe goed. We hebben een Red Eyes Arsfiend's Lightning. Iguanodon, Iguanon. Sure. Ah, yuck. Soul Eat Oviraptor, nog een Megalos Smasher. Ja, dit is Iguanodon is een dinosaurus, ja, klopt, ja. Ja, klopt. Want ik zit nu tussen de dinosaurs kaarten te kijken. En dinosaurs zijn sowieso mijn favoriete subject om redelijk over te kunnen praten. I love dinosaurs. Herrerasaurus. Oké. Ja, ik hou echt van dinosaurussen. Dinosaurussen vind ik echt geniaal. Spinosaurus. Gigantosaurus. Monolophosaurus. Sommige woorden zijn echt moeilijk. Velociraptor. Last pack voor vandaag. Titanosaurus. Dinosaurus. Double Evolution Pill. Een Reptililia. Er zitten aardig goede dinosaurs bij. Niet wat ik helemaal had verwacht. Want deze heb ik sowieso al. En die heb ik nu één keer, twee keer. Ik denk voor maar één keer. Dus kan ik hier echt een dinosaurs deck van maken? Ik denk redelijk. Ik heb, ja, ik zie wel, ik heb er maar één van die. Eén van die, die en die. Dan één van die, drie van die. Eén van deze. Eén van deze. Vier van deze, maar ik kan er maar drie gebruiken. Sorry, drie gebruiken. Eén, twee van die. Eén van die, één van die. Twee van die, één van die. Eén van die, twee van die. Drie van die, één van die. Eén van die. Ik kan wellicht een dinosaurs deck maken.
Moet te doen zijn. Maar ja, goed, dat ga ik de volgende keer nog wel een keertje proberen. Voor nu ga ik het er lekker bij laten. Ik heb lang genoeg gespeeld, naar mijn mening, denk ik. Ja. Dus ik ga de rest de volgende keer doen. Ik denk donderdag, want dan ga ik waarschijnlijk weer livestreamen. Dan ga ik waarschijnlijk Minecraft wel weer doen. Sowieso in de SMP. Ja, ik denk dat ik dat gewoon ga doen. En dan zien jullie mij gewoon de volgende keer. Ik hoop dat, wel, dat jullie allemaal een beetje hebben genoten van deze extravaganza met de nieuwe Yu-Gi-Oh! Game. Ik in ieder geval wel. Ik vind hem echt helemaal geweldig. De graphics zien er goed uit. De gameplay werkt fantastisch. De moeilijkheidsgraad zit er licht tussenin van ja en nee. Dus ik heb in ieder geval genoten. Ik hoop dat jullie dus eigenlijk ook hebben genoten. Zo te zien heeft er één iemand wel sowieso genoten. En voor jou Groene Donder ga ik even kijken naar de kanaalspunten. Ik denk dat je wel een groot gelijk erin hebt. Dus ik ga er eens even voor je naar kijken. Maar in ieder geval, ik zie jullie een donderdag. Als het goed is, rond dezelfde tijd. Dus en toen sloeg ik dicht. Nee, sloeg ik vast. Nog een hele fijne middag. En maak er nog een leuke middag van. En we spreken elkaar in ieder geval snel weer. Later, later.